allemaal, welkom bij het volgende onderdeel hardlopen voor groep 5 en 6. Voor dit onderdeel moet je wat spulletjes verzamelen wat allemaal dezelfde kleur heeft. Of het van hetzelfde materiaal is gemaakt. Je kan bijvoorbeeld 4 paar sokken pakken, 4 blaadjes, 4 takjes en 4 steentjes. Ik doe het even met ringetjes voor. Ik heb hier allemaal ringetjes liggen van dezelfde kleur en overal heb ik er 4 van. En je moet proberen om een kwartetje te maken van 4 en je moet steeds heen en weer rennen. Ik leg deze even neer en dan doe ik het eventjes voor. Oké, je begint iedere keer bij hetzelfde punt. Je rent, je pakt er één en je rent weer terug. 3, 2, 1, start. Je kiest voor rood. Nog een rooi. Ja, nog eentje. Oké, dit ga je eerst een paar keer oefenen en daarna doe je het 3 keer, doe je hem op tijd. Dan ga je kijken hoe snel het lukt. Succes! Hoi allemaal, welkom bij het volgende onderdeel mikken voor groep 5 en 6. We gaan vandaag Sur de Boel spelen. Wat heb je nodig? 7 paar sokken, 2 keer 3 van dezelfde kleur en 1 zwarte. Die zwarte ga je weggooien en je gaat om en om proberen zo dicht mogelijk bij de zwarte sok te gooien. Ik doe het nu even alleen, maar dan weet je in ieder geval wat de bedoeling is. Nou, gooi eerst de roze. Dus je gaat om en om kijken wie aan het einde het dichtst bij de zwarte sok heeft gegooid. Nou, zoals je nu ziet heeft Ros gewonnen. Dit doe je 5 keer en dan ga je kijken wie er na 5 keer heeft gewonnen. Wil je nou het moeilijker maken voor jezelf? Dan ga je het volgende doen. Je pakt een wit papiertje en je maakt 3 bolletjes van de ene kleur en 3 bolletjes van de andere kleur. Nu ga je proberen om zoveel mogelijk propjes op het witte papiertje te krijgen. Ook dit doe je weer om en om. Ja, is gelukt. Oeh, dit wordt spannend. Weer gelukt. Iets te zacht. Oh, spannend, spannend, spannend. 2-2. Ja. En nu heeft team Groen gewonnen. Ook deze doe je weer 5 keer. En dan ga je kijken wie er weer gewonnen heeft. Het volgende onderdeel is bewegen op muziek. We hebben 2 dansjes. Het eerste dansje is de cha-cha slide, waarbij je in je eentje goed moet luisteren naar de muziek. En de tweede is een dansje waarbij je met z'n tweeën samen moet dansen. Kijk goed en heel veel succes! Right foot 2 stumps, left foot 2 stumps, slide to the left, slide to the right, crisscross, crisscross, cha-cha real smooth. Vond je het nou hartstikke leuk om te doen? Ging het heel erg goed? En ben je trots op je filmpje? Kan je dit uiteraard delen via onze Instagram, @spotservice038. Wij zitten ook op TikTok met hetzelfde, @spotservice038. We zien het graag tegemoet.